De korfballers begonnen op zaterdagavond eraan. Sikopi ontving promovendus Rivira en kon maar beter op zijn hoede zijn. Bij de thuisploeg draait het niet meteen zoals het moet en bij verlies zouden de Rabbits naar onder moeten kijken. Dat was echter hetzelfde van tel bij de bezoekers, want het team van Van den Bulle kon de overwinning goed gebruiken. Rivira doet wat het moet doen en wint in het Hol van de Leeuw en staat nu op een vijfde plaats met 7 punten. De Rabbits staan met 4 punten op de voorlaatste plaats en gaan een moeilijk seizoen tegemoet. Voorwaarts kreeg op zaterdagavond hun zwarte beest Meeuwen over de vloer. In de tweede helft van het seizoen is Meeuwen steeds een betere ploeg, maar in deze wedstrijd moeten ze het onderspit delven. 21-18 verlies en zo springt de thuisploeg naar een derde plaats met 8 punten. Meeuwen blijft op de laatste plaats staan, samen met Sikopi, en krijgt op de komende speeldag Rivira over de vloer en kan die wedstrijd maar beter winnen, want bij verlies komen ze echt wel in moeilijke papieren. Op zondag mocht Skalnis AKC Luma ontvangen. Op de vorige speeldag kregen de Rood-Witte nog een uppercup te verwerken, maar blijkbaar hebben ze deze week goed werk geleverd, want ze zijn de evenknie van de Skaldianen. Met aan het einde van de rit toch wel een onverwachte score, 17-22. En zo staat AKC Luma nog steeds op een vierde plaats met 9 punten. In de laatste wedstrijd van deze speeldag ging het er bij momenten hevig aan toe. Boekenberg, de leider, kreeg de nummer 2 over de vloer. Borgerhout, groen-wit. Misschien is dit wel een vooruitgeschoven finale, al weet je het in het korfbal maar nooit. Boekenberg en Borgerhout maken er een waar spektakelwedstrijd van en geven de supporters waar voor hun geld. Het zijn de Panthers die zonder Nick Jansen over 8 weten te scoren en zo de punten ook nu kunnen thuishouden. Een onwaarschijnlijke 32-28 score en zo gaan de Panthers in rechte lijn naar Herentals.